ben Gabriella Westra, ik ben kunstschilder en portretiste. En ik werk vaak samen met Randolf Algerijs en bedrijf Art Decor. Maar je hebt ook een eigen kunstpraktijk, toch? Ja, voornamelijk ben ik bezig met mijn eigen schilderijen. Ik verbeeld heel vaak waar ik mee bezig ben op dat moment. Mijn belevenissen en ik zoek daar modellen voor. Die zet ik in een bepaalde houding, een bepaalde omgeving. En dat verbeeldt mijn verhaal. En soms zijn de personen zelf ook het onderwerp van het schilderij. En je werkt altijd vrij werk of heb je ook opdrachten? Beide. Ik schilder heel veel mijn eigen schilderijen. Die gaan dan naar galeries en naar beurzen. Maar ik doe ook portretten en opdrachten. Je wijst naar dat schilderij? Ja, dit is toevallig een voorbeeld van een portret en opdracht. Dit is meneer Tichelaar. En die heb ik in verschillende stadia van zijn leven afgebeeld op dit schilderij. Daar ben ik nog mee bezig. Dan ben je kunstenaar en afgestudeerd op de kunstacademie. Maar je vindt toch zo'n salon waar die jullie samen gaan organiseren toch interessant? Ja, dat is heel interessant. Het is bijzonder dat al die mensen van over de hele wereld die zoveel vakkennis hebben bij elkaar komen. En dat met z'n allen gewoon delen. Je staat te demonstreren, dus je kan zien hoe iemand aan het werk is. Terwijl je zelf ook aan het werk bent, dus iemand anders kan kijken hoe jij dingen aanpakt. En soms werk je ook echt samen aan de groepsschildering. Waar je echt gewoon met z'n allen tegelijkertijd mee bezig bent. Dus dan kun je gewoon kijken hoe mensen dingen aanpakken. En dan zeg je van, oh, doe jij dat zo? En ja, ik doe dat altijd zo. En die interactie en die leermomenten, dat vind ik het mooiste aan salon. Want daar kun je nog wat van leren. Want decoratieschilders kan een fijn schilder zoals jij wat leren. Zeker wel, zeker wel. Maar het is natuurlijk een interactie. Dus ze zien ook hoe ik dingen aanpak. En er is zeker een verschil tussen kunstschilder en decoratieschilderen. Maar er zijn ongelooflijk veel technieken waarvan ik heel graag meer zou willen weten, ja. Nou, organiseer je samen die salon. Is dat veel werk? Ja, het is veel werk. Maar wel heel leuk om te doen. Want wat doe jij vooral? Ik ben vooral bezig met contact houden. Zorgen dat ze een slaapplek hebben. Zorgen dat ze registreren. Dat ze alles hebben wat ze nodig hebben. De deelnemers en de bezoekers. Ja. Nu is het thema Tadema, dus de Friese schilder. Die veel met Griekse voorstellingen en ook met decoratie werkte. Iedereen moet een stuk maken. Ben jij al ergens mee bezig? In mijn hoofd al wel heel lang. Ik heb het model ook al gevraagd. Ik wilde heel graag een roodharig model daarvoor hebben. En dat was nog wel even een zoektocht. Maar ze is hier al geweest. Ik heb haar al gefotografeerd en geschetst. Dus ik ben al wel in schetsfase. Maar het definitieve schilderen moet nog beginnen. En dan maken jij en Randolf ook nog een extra schilderij, altijd met z'n tweeën voor de salons. Ja. En dat heb je ook? Ja, 2 jaar geleden zijn Randolf en ik begonnen met het schilderen met z'n tweeën aan 1 doek. En daar willen we eigenlijk wel een traditie maken. Dus dit wordt het 3e doek wat we samen maken. En dat is dus ook in Almatarema-stijl. We vinden allebei de Romeinse tijd die hij natuurlijk heel veel schildert heel interessant. Zijn marmertechnieken, zijn composities, zijn kleuren. Dat is allemaal heel inspirerend. 2 jaar geleden zijn we begonnen met samenwerken in 1 schilderij. We werken natuurlijk al wel vaker samen in zijn bedrijf met grote wandschilderingen. Maar dit zijn echt schilderijen waar we samen aan schilderen. En dat doen we speciaal voor salon en we willen een traditie van maken. Dit wordt dan het 3e schilderij en deze is dan in Almatarema stijl. We wilden dat Almatarema linken aan Leeuwarden. Dus we hebben eerst gekozen voor welke gebouwen zouden we daarvoor gebruiken uit Leeuwarden. En dat werd het gerechtshof, tenminste de trappen en de zuilen van het gerechtshof van Leeuwarden. En op de achtergrond zie je verschillende plekken van Leeuwarden. En ik schilder dan de dame in de kleding en de stijlen die Almatarema ook gebruikt. En ook daarin heb ik een Friese link, want hij schildert heel vaak dierenhuiden en tijgerhuiden. En in plaats van die mediterrane dieren heb ik nu voor een zwart-witte koeienvel gekozen. En een koeienvel schilderen, gaat jou dat lukken? Ja, dat is wel een nieuwe uitdaging, maar we zullen het zien. Maar dat heeft ook veel met de salon te maken, dat je echt nieuwe uitdagingen jezelf ook uitdaagt, of niet? Ja, maar ik daag mezelf in elk nieuw schilderij wel uit. Ik heb natuurlijk wel mijn vaste thema's en mijn eigen stijl, maar toch zit er in elk schilderij wel iets wat me prikkelt en wat ervoor zorgt dat ik weer wil gaan schilderen.